Rotania. Rien. Rotania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. Yo, what's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Deze tweede kerst gaan we eens kijken wat Mari nog de laatste weken heeft verwezenlijkt op mijn pro-cyclist mode carrière op PCM 21 natuurlijk. Naar jullie toe fijne feestdagen gewenst. Ik hoop dat je een leuke kerstavond, kerstdag hebt beleefd. En op deze tweede kerst is het dus tijd om nog eens te knallen op mijn YouTube-kanaal met Mari. Maar in real life gaan ze ook knallen. Hè. In Dendermonde jawel, het eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel. Ja, het voordeel geef ik toch wel heel duidelijk aan Van Aert. Als Van der Poel daar wint, dan mogen ze gewoon stoppen met veldrijden dit seizoen. Ja, dan is het gewoon zeker. Dan gaat bij dat matchje alles winnen. Maar het gaat niet gebeuren. Het parcours is echt een Van Aert parcours. Als hij geen pech of een valpartij kent, gaat hij in principe met twee vingers in de neus winnen daar. Maar oké, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar zwart, wij gaan we ook knallen in deze wedstrijd van Siena naar Siena. Dan weet je dat we naar de Strade Bianche gaan kijken. Een heel moeilijke wedstrijd. Zeker voor Van Zevenant. Niet zo moeilijk voor Van der Poel, Stuyven en Madouas. Want dat zijn de topfavorieten. Pitcock, Trentin, Van Baarle hebben twee sterren. Garcia, Cordina, Simmons, Kwiatkowski en Formolo. Met één ster achter hun naam. En twee heel grote afwezigen met Wout van Aert en Julien Alaphilippe. Ja, Pogacar is misschien nog een derde grote afwezige. Misschien moeten daar Bernal en Roglic ook nog bijknallen, maar zwart, geen Waartje, geen Loulou, de ex-wereldkampioen moet ik stellen in deze serie, want ja, Sepp van Marke is momenteel de wereldkampioen. Ik heb hem wel nog niet gespot, dus ik hoop niet dat hij op pensioen is, want ja, het zou typisch pro-cycling manager zijn, het jaar waarin Sepp van Marke wereldkampioen wordt, dat hij het jaar nadien gewoon plots zegt, of in januari van, hup, ik ga op pensioen, mannen. Zou in realiteit nooit gebeuren natuurlijk. Lucas Smet, met de eerste persvraag, heb je de finale van de F1 gevolgd? Zo ja, wat vond je er dan van? Ja, bloedstollend, hè? Zenuwslopend, ja, nagelbijter tot en met. Prachtige wedstrijd, was het weekend voordien, was eigenlijk ook al magnifiek. Hè? Ja, wat een strijd, mannen. Maar oké, Verstappen heeft het niet gestolen. Hè? Zeker als je ziet welk gat ze letterlijk hebben dichtgereden ten aanzien van het seizoen ervoor. Ja, dan moet je toch wel stellen dat Red Bull het heel goed heeft gedaan. En vooral Verstappen dan. En dat het een dik verdiende wereldkampioen is. Dat zeer zeker. Al heb ik ook heel veel respect voor Lewis Hamilton. Hè. Ja, zonder de safety car was hij wereldkampioen geworden. Hè. Laat ons ook daar heel duidelijk over wezen. Het is een van de beste F1-rijders aller tijden. Maar ja, oké, Verstappen heeft het niet gestolen. Laat het ons daarop houden. En het was een heel mooi WK. En ik hoop eigenlijk volgend jaar dat Hamilton er niet de brei aan gaat geven. Want ja, anders gaan we denk ik naar een heel saai wereldkampioenschap F1 kijken. Voor Verstappen zal dat wel beter zijn natuurlijk als Hamilton stopt. Alhoewel, die heeft misschien ook wel graag concurrentie. Zijn landgenoot zit hier ook, voilà, in de Nederlandse kampioenentrui. Matje. Mathieu van der Poel plus 2 dagvorm vandaag voor deze Strade Bianche. Ja, dat is voor ons wederom minder. We hebben wel een plus 1 met deze van Zevenant. En hier zitten we op de Pieve Assalti. Ja, ja. En Cataneo is onze kopman vandaag. Maar kijk eens aan, hij heeft een plus 5. Dus hij dacht van, ik ga gewoon mee in het front. Oké, andere manier van koersen. Maar wie weet kan het iets opbrengen voor de koning. Al hopen wij natuurlijk te winnen. Zana González Samitier. En oh, die PTR's was het, jawel. Oeh, ik heb ze alle 5, want Cataneo in kluis natuurlijk. Maar op de Colle Pinzuto ziet de situatie er volledig anders uit, jawel. Kijk eens aan, plots de achtervolging op een maatje van Movistar. En de 5 koplopers zijn al lang opgerold natuurlijk. Cataneo ook al naar het decor verwezen, de achtergrond. En wij gaan toch even doortrekken. Aanval van Zevenant op de Pinzuto. En wat gebeurt er nu? Krijgen we een reactie? Is het Van der Poel die het gaat doen of iemand anders? Ja, we moeten natuurlijk ook wel wat opletten voor onze eigen gele balk. Want die is niet meer zo ruim. En het is toch nog 15 kilometer, hè. Straks Le Tolfay ook nog op natuurlijk. Die volgende onverharde strook. En Lutsenko. Lutsenko neemt over voor natuurlijk Team Quebeca. Mathieu schuift mee. Hier hebben we Pitcock. Zijn dagvorm. Ah, dat ging niet zo snel. Stuyven min dagvorm plus 2 bij Trentin. En Le Tolfay, voilà, we zijn eraan begonnen. Met 11 renners zijn we hier nog, hè.
Wie gaat het doen? Madouat neem ik aan is de man voor Groupama FDJ. En wie neemt hier de kop? Oh, niemand? Ja, oké, dan gaan wij het doen. Een LDR met nog een persvraag. Wat vind je van het WK22 parcours in Australië natuurlijk? Ja, ik had in een van mijn vorige video's gezegd dat het sowieso een wereldkampioenschap ging worden op de maat van Caleb Ewan. Dat is het niet, nee. Godzijdank. En ja, hulde aan de Australiërs, want kom aan. Wie zou dat niet in zijn voordeel leggen? Caleb Ewan gaat er normaal sowieso staan. Hè. Op het WK moest het een vlak parcours zijn. Maar dat is het niet. Dus kansen alweer voor Van Aert, voor Van der Poel, voor Alaphilippe. Ja, wie weet dat hij een Saganneke gaat doen. Hè. Het kan allemaal. Maar wij zijn op weg naar de Piazza del Campo. Nog 8 kilometer. En wanneer gaan ze versnellen? Ja, op extreem 1.1. Het blijft heel lang stil, vind ik. Daarnet even de aanval van Lutsenko. Van der Poel die volgde. Maar normaal zou Matje toch zelf moeten gaan, neem ik aan. Jelken erin geknald. Ja, ik wil toch nog even aanvallen zo meteen. Acrobatische afdaling misschien hier even. Oh, kom aan, Alem. Ja, hoppa. Maar op deze manier zullen we wel niet wegkomen, neem ik aan. De laatste 5 kilometer. Voilà, Van der Poel volgt. Oh, we zijn los. We hebben een gaatje. We hebben een gaatje. De Belgische en Nederlandse kampioen. Voilà, BD. BD naar de finale. Wie gaat hem pakken? Nederland of België? Van der Poel is heel goed, denk ik. Van der Poel is heel goed. Ja, ja. Zijn niveau is duidelijk in orde in deze Strade Bianchi. En wij moeten opletten, hè. Die gele balk. Het is niet meer bijster veel. Aanval Van der Poel. Aanval Matje. Kom aan van Zevenhand. Kom op, Mauri. Bijten in het wiel. De laatste bochten hier. En straks naar de Stadspoort. En Lutsenko. Lutsenko komt er ook terug bij. Ah, damn. En alweer een versnelling Van der Poel. Ah, we kunnen niet volgen, man. Van der Poel furieus in deze finale. Voilà, de steentjes in Siena door de Stadspoort. En we gaan Van der Poel nooit meer bijbenen. En kunnen we Lutsenko nog pakken? Kunnen we nog tweede worden? Kom aan, Mauri, de sprint is ingezet. Jawel, Lutsenko gaan we net pakken. Maar wat een overwinning voor Mathieu Van der Poel. Ja, niks aan te beginnen, mannen. Oh. Dammit. Misschien met de goede dagvorm zat er wel wat meer in. Maar dan nog... Damn. Matje, supersterk. En hij volgt Julien Alaphilippe op, want hij won hier in mijn eerste seizoen. Toen als wereldkampioen. En wij doen beter, hè. Ja, we doen beter. Ik denk dat we vijfde waren, als ik me goed herinner. Ja, ik was even aan het nadenken, excuses. Maar Matje pakt hem dus 22 seconden alsnog op ons en Lutsenko. En hoeveel seizoenszegen zal voor de Nederlander? Oké, eentje. Nou... Misschien zijn eerste wedstrijd. Ik heb er niet meteen op gelet, maar ik dacht niet dat ik hem al had gezien bij een van de wedstrijden waar wij met Mauri hebben deelgenomen. Trentin dan op 45 tellen. Pidcock was vijfde op 58 seconden met Formolo, Stuyven, Kwiatkowski, Marois, Garcia Cortina. Ja, Loïc Vliegen, sterk. 11e plek voor de man van Intermarché. Dan Colbrelli, Mas, Kovi, Samitier en Wout Poels. Jawel, dit seizoen rijden tussen de Koenig net als Kemna. Dat zag je al in het begin bij de selectie van de Koenig Quickstep voor deze Strade Bianchi. En dat zag je ook wel bij de eerste aflevering van het tweede seizoen, dacht ik. Waar we de concurrentie binnen onze eigen ploeg aan het monsteren waren. Dat we plots zagen van, oh, Kemna en Poels komen erbij. Lekker. Maar zwart, we gaan naar Parijs-Nice. Hier zal het natuurlijk strijden zijn. En voilà, Julien Alaphilippe, niet meer de wereldkampioen. Ik heb het aangepast, de edit. Ja, ja. Het werd tijd natuurlijk. Morkov is er ook bij, de lead-out man en gaat waarschijnlijk de sprinter zijn. Want ik heb geen idee wie er anders gaat sprinten. Rowan Dennis, de Australische tijdrijder en toch wel een beetje de man die heel vaak wordt geselecteerd met Mauri als knecht dan voor Mauri. Dat is ideaal natuurlijk, want Dennis kan veel. Lampaard is erbij, deze Remco Evenepoel. Zal hij de kopman worden in deze Paris-Nice? Alhoewel, wij waren vorig jaar wel tweede met Mauri. En deze Aimé de Gent rijdt dus dit seizoen ook voor de Koenig Quickstep. Ja, ja. En dit is het parcours van Parijs-Nice 2022. Niet officieel, man. Nee, geen paniek. Dit is gewoon wederom een random keuze van PCM natuurlijk. Met op dag 4 de tijdrit naar Saint-Étienne. Ja, de vrees, hè. Dat is de vrees met Mauri. We kunnen niet zo goed tijdrijden. Alhoewel, met onze skills, vaardigheden, XP... Hebben natuurlijk wel al die stat van een tijdrijder wat kunnen pimpen. Maar ja, het is nog steeds geen super tijdrit stat. Dag 6 naar Vans, ja. Daar kan het leuk worden. En dan 7, hè. Val de Braare, ja. Daar kom je aan. Daar wordt het beslist in deze Parijs-Nice. Net als vorig jaar. Want toen ook dag 7 en 8 identiek.
Maar we gaan eens kijken wat het in rit 1 gaat worden. Vorig jaar waren we dus tweede in deze Parijs-Nice. En je mag je nog 3 keer raden hoeveel seconden we achter stonden op toen een man van de UK moeten kijken stellen. En dat was Hugh Carty voor Education toen. En 3 seconden. 3 seconden was het verschil, mannen. Bernal werd uiteindelijk derde, als ik mij nog goed herinner. Maar ik weet nog wel dat het 3 seconden was op Hugh Carty. Bijzonder hard balen. En we gaan eens kijken in deze eerste rit wat we kunnen doen. Lampaard met de lead-out voor Van Zevenhand. Het is ons eigenlijk goed positioneren. Want zo meteen de laatste kilometer zijn kasseien. Jawel, jawel. In Meudon zijn er kasseien te zien. Het gaat hier ook een beetje omhoog. Dus dat is ideaal voor Van Zevenhand. Maar wie gaat de rit hier pakken? Dat is ook de vraag. Voilà, Lampaard met goede loods. En nu moet Maurie komen op de kasseien. Oh, we zitten hier en daar wat ingesloten. Nou, we geraken er niet uit, mannen. Oh, dammit. Well, misschien zat er wel meer in. En dan Alaphilippe tegen Conrad. Wie gaat de eerste gele trui pakken? Het lijkt me Conrad te worden, wel. Patrick pakt hem voor Bora Hansgrohe. Dan Julien Alaphilippe voor Hirschi. Dan Thomas Pidcock. Jawel, ik had Pidcock iets hoger geschat vandaag. Ik dacht eigenlijk dat Thomas de zege ging pakken. Maar oké, Tommeken heeft het niet gedaan. Dan Hamilton, Carapaz, Gaudu, Narvaez, Woods, Morkov is de tweede, de koning Quickstepper of de tweede wolf. En de derde wolf is Yveske Lampaard. Ja. We zijn er zelfs niet over geraakt. Maar oké, we zaten wel wat geblokt. Hè? Goddammit, kutbloks. Maar wat, Conrad is de eerste leider dus in deze Parini. En wij gaan uiteindelijk met een 18e plek naar etappe 2. Naar Vierzon. Ja, natuurlijk, met de bonies erbij zullen we wel nog wat gezakt zijn, zelfs in positionering. We zullen niet 18e staan in het klassement. Groenewegen, Christophe, Akkerman, Bol, Degenkolb, Morkov, Teunissen, Colbrelli, Senechal en Pollet. Dat zijn de mannen voor deze tweede rit. Bijna biljartvlak, 187,4 kilometer simulatie. Ja, ik heb er niet veel te zoeken bij de tijd verliezen, maar hopelijk gebeurt dat niet. Oh, Mikhail Morkov heeft wel gewonnen. Tegen de Nederlandse enclave. Ja, kijk eens aan. Van Jumbo-Visma. Teunissen, Groenewegen, Kooi. Wow, wow, wow. Dat was wel stevig. Allemaal in de top 5. En dan etappe 3. Waar misschien wel kansen liggen. Naar Châtel-Guyon. 211 kilometer. Heuvelachtig parcours. Maar ook Julien, Pidcock en Hirschi worden sowieso naar voren geschoven. Krach Andersen, Conrad Valverde. Dan nog Gaudu. Wij zelf met Mauri. Quinten Hermans en dan nog Matej Mohoric. En ja, die Charbonnière, daar gaat het moeten gebeuren. Hè? De Côte Charbonnière, hopelijk voor ons een gunstige beklimming. En voilà, we gaan er ook meteen aan beginnen. Aan die klim van derde categorie. Laatste kilometer en ze trekken daardoor. Hè? Ze trekken door. Het is denk ik de Nieuw-Zeelandse kampioen. Bevan, die rijdt normaal voor Israel Nation als ik het goed heb. Ja, schiet me niet dood als het niet zo is. Maar ja, het lijkt me inderdaad Bevan te zijn. Alaphilippe zit in het wiel. En is het dan allemaal in dienst van Woods? Dat lijkt me wel. Carapaz schuift mee. Colbrelli. En Woods zit hier inderdaad ook. En we zijn nu met z'n achten. Jawel. Bevan, Carapaz, Woods, Colbrelli, Conrad, Hirschi, Van Zevenhand en Alaphilippe natuurlijk. En ik had me de opsomming kunnen besparen, want het gat is al gedicht. Ja, terug naar een peloton van 147, 145 nu. We komen in Châtel-Guyon. En hier is de slotsprint. Jawel. En we gaan toch nog even aanvallen op dit knikje. Kleine versnelling van Zevenhand. Oh, de reactie van Moscon voor Total Energie. Ook Bevan zit hier nog steeds goed voorheen. Ook Dennis natuurlijk. Come on, Rome. Kan hij nog even ons uit de wind zetten. Voor we naar die laatste kilometer gaan. Ja, het is dus niet helemaal vlak hier het einde. Zeer zeker niet. En wat gaat er nu gebeuren? Nu moet Marie komen tegen Gaudu. Marie komt er nu over. Van Zevenhand met de ritzegen. Oh, het is Alaphilippe, denk ik. Alaphilippe of Ciccone. Het is Julien. Jawel, jawel. Hij pakt deze derde etappe. Ah, en Conrad pakt nog onze bonies weg. Goddammit. Texelse Oostenrijker van Bora. Ah, ju. Bonies had wel lekker geweest natuurlijk. Want we gaan ze hier en daar moeten sprokkelen, hè. Zeker als we Carapaz willen aftroeven, want ja, ik vrees in die koninginrit dat we toch vooral naar Richardke moeten gaan kijken. Maar dit was een leuke finale. Bijna de ritzegen. Alaphilippe wel naar het geel. Conrad nu op plek 2, 2 seconden. Morkov op 3 seconden, dan Teunissen op 4. Samitier op 5, dan Ciccone, Welles, Consoni, Hirschi en Groenewegen.
En wij staan daar ergens buiten. Hè. Voilà, we zullen wel zien waar we straks uitkomen. Vierde plek in de etappe was een gunstige evaluatie. Paar XP-punten erbij. En dan gaan we naar de rit. Ja, de rit die ik eigenlijk niet wil rijden, maar oké. Het gaat in het begin bergop, dus wie weet. Wie weet zijn er wel wat kansen. Saint-Étienne, 17 kilometer, is ook niet ontzettend lang. Maar Evenepoel, Dennis, Krag, Andersen, Bessiger, Alaphilippe, Bjerg, Lampaard, Teuns, Van Wilder en Paulus. Ja, dat ging er even heel moeilijk uit allemaal. Oké. Het is ook tweede kerst voor mij. Ja, ja. Maar in ieder geval, daar komen de mannen van het podium. Hier Bjerg, dan Valverde. En als ik het goed zie daar bij de telling, jawel, staat er nog een eentje nu. Dus nu moet Marie van het podium komen. Oh, we hebben een goede dag. We hebben een goede dag. Plus 4 op het tijdrijden. We gaan naar 75 en plus 7 op proloog. Daar gaan we naar 79. Oké. En ook de klimstijd en de heuvelstijd gaan omhoog. Ik denk ook een belangrijke factor in deze tijdrit, hoor. Het eerste tussenpunt. Beste tijd, Roan Dennis. Ja, waarom niet? Roan is goed in deze ronde, man. Ja, ja, lekker om zo iemand als luitenant te hebben. Ook Lampaard al onderweg. Ook Aimé de Gent. Ja, verwar niet te veel met Thomas. Want het is wel degelijk Aimé de Gent die naar de Koning Quickstep blok is gekomen. Of waar toch PCM 21 voor een groot deel tussen zit. Ja. In ieder geval, wij komen boven. Tussenpunt 1. Wat is het verlies? Oké, 20 seconden. 9e plek. Dat is niet slecht, mannen. Verre van. Maar natuurlijk, deze dingetjes zijn in ons voordeel. Hè. Op en af. Hier en daar een heuvel, een klimmer tussen. En dan hier wederom een stuk dalende lijn. Waar we niet al te veel tijd zouden mogen verliezen. En ik blijf ook het rood wat sparen. Want dat gaan we straks zo meteen allemaal uitknallen. De gele balk leeg krijgen zal net niet lukken. Valverde zien we daar in de verte rijden. Die gaat nu over de finish. En nu komen wij eraan. Marie was 7 aan het klokt uiteindelijk. Ja, 20 seconden is het gebleven. Oh, oh, oh. En Roan Dennis pakt de tijdritzegen. Carapaz komt nog bijzonder dicht. 4 seconden. Bjerg verliest 8 seconden vandaag. Conrad 16. Evenepoel 18. Carty ook 18. Maar wat een prestatie. Marie van Zevenand. Dat moeten we eigenlijk ook van Mika Landa zeggen. Want wij verliezen maar 21 tellen. Maar 21 tellen. Alaphilippe verliest er zelfs meer. Ja. En die stond zogezegd bij de favorieten voor deze tijdrit. Dus wow, wow, wow. Marie, wat een tijdrit, man. LM, goed gereden, man. Oké, het mag toch eens gezegd worden. Want tijdrijden is niet voor mij echt weggelegd op PCM. Maar Roan Dennis is nu de nieuwe leider. Ja, Carapaz heeft ook wel een gruwelijke tijdrit gereden, hè, man. Oef. 4 seconden staat hij nu achter. Wij 21, dus we moeten tijd goed maken op Carapaz. En hopelijk heeft de ploegleiding door dat ze ons daarvoor Evenepoel en Alaphilippe moeten geven. Ja, dat is ook nog niet zeker natuurlijk. Rit 5 naar Sisteron. Met Alaphilippe, Pidcock en Hirschi als topfavorieten. Conrad, Colbrelli, Hayter, de twee stermannen. Mohoric, Venturini, Gaudu en Hermans met 1 ster. Ja, we gaan eens kijken. Naar de finale natuurlijk. En alweer is het de coach van derde categorie die mogelijkheden biedt. En wij gaan gaan. Hè. Ja, voilà, meteen erop. Meteen een serieuze fusée afschieten. Een kogel knallen tegenover het peloton. En wie gaat hem nu terugpakken, de Belgische kampioen? De bergsprint gaan we waarschijnlijk al pakken. En het is alweer Moscona. Ja, die is goed, man. De Italiaan van Total Energie. Hij dicht het gat. Wij pakken de sprint. We komen wat dichter op Kron, maar oké. Als die echt zijn zinnen op die bollen heeft gezet, dan gaan we die nooit pakken. Want wij gaan echt nog voor het eindklassement. Hè? Tweede aanval, korte aanval. Maar nee, Quintana nu als een shadow in het wiel. De Colombiaanse kampioen voor Bora. Weer zo'n heerlijke transfer van PCM. Alhoewel, zou misschien nog kunnen in real life. Alhoewel. In ieder geval, Evenepoel. Geen man ter beschikking. We hebben zijn wiel gekozen. Ah, ik ben veel te snel. Te ijverig weer, LM. Oh, veel te ijverig. Colbrelli komt erover, neem ik aan. Maar daar Pidcock en Alaphilippe. Alaphilippe op het allerlaatste, wel. Oh, pocket jump van Leloup. Hoppa. Met een pocket jump zet hij Pidcock te kijken. Wij zijn uiteindelijk zesde met Mauri. Ja, iets te veel vertrouwd in de kunsten van Evenepoel. Die inderdaad geen sprint heeft. Dus waarom? Geen idee. Maar zwart, oké. We worden wel zesde. En Alaphilippe pakt wel weer seconden, hè. En Roan Dennis blijft leider. Of is het Julien? Nee, die stond in principe vrij ver.
Er zijn niet echt grote gaten te zien in deze rit. Nee, nee. Alleen in het achterste van het peloton wat tijdsverschillen. Maar Rowan Dennis blijft dus de leider. Voor Carapaz, dan Conrad Bjerg, dan Van Zevenhand, Carty, Evenepoel, Alaphilippe, Hamilton en Sivakov. Dat is de top 10 waarmee we dus naar de laatste etappes trekken. Naar de Koninginnenrit is het nog niet zeker op dag 6. Maar natuurlijk wel naar de ritten waar het gaat omdraaien. Hè. Dit is rit 6, dus naar Vans. Ja, oké, okay, dit is ook al best lastig op het einde. Dit is toch niet de Koninginnenrit, die is op dag 7. Maar Alaphilippe, Pidcock en Hirschi worden alweer verwacht. Net als Conrad Gaudu en Colbrelli. Heiter, Valverde, Hermans en Moric. Ja, er komen veel mannen terug iedere dag bij de boekmakers voor de dagzegen. En wat kunnen wij doen? 18 seconden. Ja, het gaat allemaal van dit afhangen. Het is een klimmetje van eerste categorie. Ja, ja, ik zie het goed. Eerste categorie. En het zijn de mannen van Bahrein die hier het tempo maken. De Côte de la Colle sur. En geen idee wat er nog achter komt. Want ja, je kan het niet zien. Maar we zitten wel bijna op de top daar. En het is een stijl ding, hè. Oh, wow, wow. Kijk eens aan. Naar de 15%. 16. Hoppa. Telgeke blijft omhoog gaan. 18. 19. Boven de 20. En Mauri gaat er vandoor. Aanval van Zevenhand. Terwijl dat Kron daar alweer aan het werken is. Voorin voor zijn bergpunten. De man van Lotto Soudal. En wij op en over Samitier. En wat nu? Wie gaat ons pakken? Wie gaat deze Mauri nog terughalen? Aanval Carapaz zien we in de achtergrond. Nog een persvrager ook even in knallen in deze bloedstollende finale. Hier zie Carapaz momenteel wel in het wiel. Het is Game Lu. Wat vind je van het transfer van Groenewegen? Ja, ik denk dat het wel een beetje duidelijk was dat Groenewegen in de tourselectie bij Jumbo-Visma niet meer zou passen. En dan snap ik wel dat hij naar een andere ploeg gaat. Ja, ja oké. Okay. Naar welke ploeg dan het uiteindelijk ging worden, ja, dat was nog de vraag. Maar oké, okay, we weten het nu, hè. Bike Exchange is het geworden, dus ik wens hem daar veel geluk toe. Maar ik vrees dat het toch een pak moeilijker gaat worden bij die ploeg, hoor. Niet echt super lead-out mensen die ze daar hebben zitten. Al heb ik de transfers van Bike Exchange niet volledig in de gaten gehouden. En Kron zit nog steeds erop. Van Zevenhand, Carapaz, wij laten toch even bot vieren. Oh, en dan gaat Carapaz... Carapaz met de sprint tegen Hirschi. Nu komen wij. We hebben nog wat woord. We komen erover. Oh, ritzegen, Mauri. Ritzegen van Zevenhand. Hoppa, in Vans. Daar is hij, de Belgische kampioen. Ja, perfect gewacht. Al was het niet helemaal de bedoeling. Ik wou gewoon even het werk overlaten aan Hirschi en Carapaz. En die begonnen dan ook gewoon te sprinten. Ja, oké. Okay. Kron, die zat volledig aan blok. En ja, dan op de goede moment toch nog op die sprintbutton geduwd. Goed gedaan, LM, alweer. Ja, zwat, zwat, zwat. We hebben hem. We hebben hem, de ritzegen in deze Parijs-Nice. Naar de kop van het klassement zullen we denk ik nog niet stijgen. Nee, dat is voor Carapaz weggelegd, want die wordt net derde, neem ik aan. Hè. Die pakt wederom bonies. Ja, ja. Hirschi dus tweede. Kron op vier, dan Pidcock, Alaphilippe. De rest wordt ook op dezelfde tijd gezet trouwens. Ik had het nog niet door. En Dennis verliest wel 1 en 7. Dus ja, hij is zijn leiderstrijd kwijt. Oh, dat is wel jammer voor Roan. Het is Carapaz dus nu 7 seconden op Conrad, 9 op ons. Ja, oké, okay, oké. Okay. Het is allemaal te spelen, hè. Die Koninginrit. Dan Evenepoel op 17, Alaphilippe op 21. Dan Hamilton, Sivakov, Landa. Ja, oké. Okay. Kan ook nog zeker en vast naar de kant van Mikel Landa vallen. 39 seconden voor Lopez. En daarvoor stond Ciccone op 38 tellen, als ik het goed zag. En er kan dus nog heel veel gebeuren in die Koninginrit. Dat is ook duidelijk. Van Nice naar Val de Blore, La Colmian. Ja, ik hoop niet dat ik in het begin weer Val de Blore verkeerd heb gezegd, want het zou perfect kunnen. Maar zwart, we zijn er klaar voor. 182 kilometer, een echte bergetappe in deze Paris-Nice. Landa, Lopez en Hamilton, Carapaz, Carty, ja, allemaal mannen met een 80 klimset of meer. Gaudu, Martin, Ciccone, Paulus en jawel, Van Zevenhand staat ertussen. We maken kans. We maken kans volgens de boekmakers. Ook in de witte trui vandaag. We zijn de beste jongeren momenteel in deze Paris-Nice. En we zagen daar Hugh Carty meteen aanvallen. Of er vandoor gaan aan de voet van deze Val de Blore. Gaudu nu met de reactie. We zagen ook dat die andere dagvormen nog niet echt bijster goed waren bij de concurrentie. Oh, plus 5 Carapaz. Plus 5 Carapaz. We hebben een plus 4 met Mauri, wat ook super is natuurlijk. Dennis ook een plus 4. Ik hoop dat we straks nog even de pool kunnen gebruiken. Wel, dat gebeurt, maar Carapaz heeft een super dag.
Wat kunnen we daar tegenover stellen met onze plus 4? Vier leiders momenteel. Met Carty, met Landa, met Carapaz. En ik neem aan dat de man van Bike Exchange Hamilton is. Jawel. Het was Lucas. En Evenepoel heeft zijn werk gedaan. En de laatste 2,5 kilometer moeten we het alleen doen. Kom aan, Mauri, man. Kom op. In het wit tegen de man in het geel. Carapaz natuurlijk. Hamilton is mee. Carty is mee. Conrad is mee. Alhoewel, Conrad moet eraf nu. En wie gaat hem hier pakken? Ja, Carapaz lijkt me al wat moeilijker te duwen. Nou, hij zit dat blok. Hij zit dat blok. Zijn gele balk is weg. Ook Landa moet eraf. Ook Hamilton. Oh, we gaan naar de ritzegen. We gaan de koninginrit winnen. Gisteren in Vans en vandaag ook. Voilà, 2-2. En deze man gaat Parijs-Nice 2022 winnen. Dat is duidelijk. Zonder ongelukken morgen winnen wij deze Paris-Nice. Want we moesten maar 9 seconden goed maken. Met de bonus komen we daar al bijna aan. Maar we pakken ook nog eens een kleine, ja, halve minuut zal het ongeveer wezen op Carapaz. Hamilton is vierde. Dan was het Landa. Carty zag ik als vijfde doorkomen. Maar lekker, man. 2-2. Mauri van Zevenhand. Ja, held. Duidelijk. Natuurlijk in onze vormpiek, hè, mannen. Voor degenen die nog aan het twijfelen waren. Zeer zeker in onze vormpiek. Goed gepiekt is natuurlijk wel grotendeels door PCM zelf. Want het is op 21 echt heel moeilijk te controleren, vind ik toch. Zeker in de carrièremode. Carapaz, 27 tellen dus. Hamilton op 50 met Landa, Carty. Ciccone op 1,48 met Conrad. Evenepoel 2,18. Lopez 2,36. En Rowan Dennis uiteindelijk wel goed, hè. 15e. Ja, ons sluitend handje doet dat heel goed. En wij zijn ondertussen wel de kopman geworden. 20 tellen voor nu in het algemeen klassement op Carapaz. Ja, oké, die laatste rit niet onderschatten, hè. Het zijn maar 20 seconden. Het kan misschien nog wel, maar we gaan er alles aan doen om het niet meer uit handen te geven, hè. Evenepoel, tweede wolf op plek 8. Dan Alaphilippe op 13 en Rowan Dennis. Ja, ik zeg het. Wat een goede Parini van hem. Plek 14 momenteel in het algemeen klassement. Ja, deze evaluatie kan helpen. En als we daar in deze laatste rit er nog eentje tegenaan plakken, dan gaan we naar een volgend level. We gaan wel geen statsverhoging krijgen, nee. Dat is binnen 2 levels of zo, als ik het goed heb. En het is Alaphilippe, Pidcock en Godu-time alweer. Met Landa, Conrad en Hamilton. Met Carapaz hier, Chibardet en Lopez. Niets te zien over deze man. Die gele man, jawel, Mauri van Zevenhand. Stond ook niet bij de favorieten. Jawel, hij stond er wel tussen in de koninginrit, ja. Ik moet toch wel mee zelf even corrigeren. En wie gaat het hier doen? Op de Col des Quatre Chemins. Wie durft de aanval openen op de wolven? Klim van tweede categorie. Binnen 3,5 kilometer ongeveer zijn we boven. En het is momenteel Groupama die controleert. Ja, doe maar gerust, mannen. Is het voor ze meteen in die sprint nog iets te proberen rapen? Het zou kunnen. Van Wilder schuift in. Hier zien we Conrad. Lopez zit daar in zijn rug. Momenteel niet monsteren. En Mede Gent is eraan voor de moeite. En voilà, wij gaan aanvallen. We gaan zelf gewoon aanvallen. Versnelling, gele trui, Mauri van Zevenhand. Naar de top toe van deze chemin. Durft er nog iemand iets doen? Thomas, die momenteel controleert. Godu volgt makkelijk. Ja, misschien speelt ze wel op een ritzegen voor Godu. En wie gaat er mee over de top? Momenteel 73 man in het peloton. Lopez wou nog even de aanval inzetten. Rijnt voor Movistar nog steeds in deze carrière. In real life gaan we dus daar waarschijnlijk nooit meer zien. En voilà, acrobatische afdaling. Mauri van Zevenhand, hebben we meteen een gaatje. Oh, oh, oh. Gaan we naar een 3-op-3. Deze bocht toch even mijden. Ja, even eigen tempo. Acrobatische afdaling eruit. En dan gaan we door. Oh, valpartij, Mauri. Valpartij van Zevenhand. Stel je recht, man. Stel je recht. Kom op, kom op. Ja, ja, van Zevenhand terug op de fiets. Oh, hier komen we goed weg, man. Maar hoe kunnen we nu vallen zonder dat we acrobatisch aan het afdalen waren? Oh, typisch Pro Cycling Manager dit. Dan zet je die acrobatische afdaling uit en dan gaat hij toch tegen de vlakte. Mauri, Mauri, Mauri. Maar oeh, het valt mee. Het valt mee. We zitten in het peloton. Ja, de ritzege is weg natuurlijk. Al betwijfel ik of we het zouden gered hebben tot de promenade hier in Nice. Jawel. En nu de sprint volop ingezet. Wie gaat hem hier pakken? Alaphilippe zie ik daar goed voor in zitten. Nee, het is Carapaz. Jawel. Carapaz zet nog eens de puntjes op de i. Maar met bonies pakt hij te weinig. Hè. Moest 20 seconden goed maken.
heeft zijn best nog gedaan in deze laatste rit. Lopez is tweede uiteindelijk. Maar hier is de eindwinnaar van Parini. En het was nog even een klein hartstilstand. Man, man, man. Valpartij in de allerlaatste afdaling van deze 7-8-daagse, moet ik stellen. Jawel, Parijs-Nice zijn 8 dagen LM. Maar we hebben het gehaald. We hebben het gered. 3 seconden, dat was het verlies. Vorig seizoen op Carty. Dit seizoen winnen we deze Parini met 17 seconden voor op Carapaz. Hamilton is derde, dan Landa, Conrad, Carty, Ciccone. Evenepoel is 8e, Lopez is 9e. En David Godu uiteindelijk 10e voor Groupama. Dan Bardet, Alaphilippe, Kort Nielsen, Paulus, Sivakov en Pitcock op 16. En ja, oké, Rune Dennis is uiteindelijk nog helemaal weggevallen in deze laatste rit. Wij ook bijna. We zijn letterlijk gevallen, maar gelukkig niet in het algemeen klassement. Carapaz is wel de beste sprinter, zo gezegd, of gewoon de regelmatigste. Ja, het ging veel bergop, dus logisch dat dan een van die mannen veel sprintpunten meepakt. Wij zijn de beste jongeren, ja, logisch. Als je onder de 24 de gele trui pakt in Parini, dan ben je logischerwijs ook gewoon de beste jongeren. Maar we hebben hem, hè. We hebben hem gewonnen, jawel. Na de Tour d'Ander en de UAE Tour al een derde grote ronde aan ons palmarès in 2022 toegeëigend. Ja, waar gaat dit stoppen, mannen? Waar gaat dit stoppen? Vorig seizoen op een harde na de Vuelta gemist, of verloren eigenlijk. En dit seizoen 3-3, al wonnen we niet in de Strade Bianche. Dus we winnen echt wel niet iedere koers waarin we aantreden. Maar de grote rondes die zijn toch wel al heel goed gelukt momenteel. Maar wel met de vormpiek, hè, deze Parini. Het was vooral misschien een grotere verrassing dat we in de UAE Tour wonnen. In de Santos Tour daaronder hadden we het wel verwacht dat we daar onze titel zouden verlengen. Maar de UAE Tour was wel van goed niveau. Was ook een moeilijke ronde. Moeilijker dan deze Parini vond ik persoonlijk om te winnen. En de volgende aflevering van Sanremo tot Luik. Jawel, we gaan vooral klassiekers rijden dan. Geen rondewerk in de volgende aflevering. Aflevering 16 zal dat zijn. En dan bedank ik jullie natuurlijk alweer om naar deze 15e aflevering te kijken van Marie van Zevenhand Pro Cyclist Mode op PCM 21. Graag tot een volgende. Nog heel fijne feestdagen toegewenst met oudjaar natuurlijk en nieuwjaar. En ik zie jullie graag terug volgende week. Misschien op mijn kanaal, maar dat is nog niet helemaal zeker. Als er een video komt, zal het er waarschijnlijk maar één zijn. Abonneer ook nog gerust. Tot de volgende en bye bye.